Goedemorgen. Goedemorgen. Hey mensen, en top dat jullie weer kijken naar een nieuwe werkplaatsvlog. Ik ben zojuist even langs de postbus gereden. Postbus. En ik heb daar een aantal pakketjes. Kom, laten we ze uit gaan pakken. Waar gaan we dat doen? Buiten? Buiten. Ja man, er lag ook echt nog een groot postpakket bij. Alleen dat is aangetekend verstuurd. En ik had natuurlijk geen paspoort bij. Dus die mocht... Ik wil die grote openmaken. Ja, er zat echt een groot pakket bij. Dus ik... Ga even terug dan. Ja, dus moet ik dan dadelijk maar terugrijden dan. Ja, dan maak je me nieuwsgierig. Ja, ik ben ook nieuwsgierig. Oké. Ik ben benieuwd. Het is een brief. Even kijken hoor. Waarschijnlijk. Hey, kijk aan. Beste Master Milo en Dirk. Ik wens jullie veel succes met jullie nieuwe project. Een eigen tank bouwen voor Defensie en met jullie tank renoveren. Ik zou het leuk vinden als je dit in de werkplaatsvlog. Als dit in een van je werkplaatsvlog komt. Groetjes, Guus Sol. Ga zo door. Nou, bij deze. Bedankt, Guus. Hij komt in de werkplaatsvlog. Zo. Even kijken. Wat is dit? Master Milo en Dirk, hè? Hij heet deze zo. Kan je deze brief openmaken in je vlog? Ja, dat kan. Dat gaan we nu doen. Er was ook al iemand die had gevraagd. Heb je mijn pakketje al gezien? Ja, misschien is het dat wel. Dat is een klein pakketje. Even kijken hoor. Wat hebben we allemaal? Er zijn een heleboel dingetjes. Oh. Daar kan je joh. Een stripverhaal erbij. Hey mensen. Tof dat jullie mijn brief lezen. Toen ik hoorde dat jullie een postbus hadden, ben ik in mijn basisschoolspullen gedoken. Want ik wist dat ik vroeger heb meegedaan aan een tekenwedstrijd. Vandaar deze twee tekeningen. Ik hoop dat jullie ze mooi vinden. Ook heb ik mijn vader aangesloten met jullie video's. Zelf kijken we elke avond naar jullie video's. Groetjes uit Even. Aangestoken. Oh, wat las ik dan? Aangesloten. Aangesloten. Oh ja, aangestoken. Dat is een ja, ik denk aangestoken met jullie video's. Ah, dat is goed hè. Dat is natuurlijk altijd goed, zoiets. Groetjes uit Epe, natuurlijk. Ja, Epe. Oké. Okay. Jarno of Master Frummel. Frummel. En ik wil ook even een shout-out geven naar een goede vriend, Winston. Die kijkt ook elke dag je video's. Nou, mooi man. Top Jarno en Winston. Laten we eens kijken naar de tekeningetjes. Oh, kijk hier dan. Dit is grappig. Maar dat heeft hij dus vroeger op school gemaakt. Ja, dit heeft hij vroeger op school gemaakt. Kijk, want hier zie je inderdaad die golf. Dat is die oude golf zoals hij was. Zie je? Beige met de blauwe voorkant. Zo was hij ook. Hier door midden, dit stuk er tussenuit. Heel aan elkaar lassen. Ja. Rolkooi eroverheen. En hier in kleur. Kijk dan. Lachen, man. Het is echt een kort stripverhaaltje over de geschiedenis van de eerste rolgolf. Ja, toen was hij nog niet afgebrand, want anders had hij nog een stukje ondergekend. Dat het zo'n verkoold ding was geworden. Maar ja, dat was toen nog niet aan de orde natuurlijk. Oh, kijk aan joh. Building de rolgolf. Die moest eigenlijk eerst natuurlijk, hè, dan. Zo. Ja. Ik vind het mooi gemaakt. Leuk man, we moeten echt een prikbord gaan maken. We moeten nog een pakketje openmaken. We hebben nog een pakketje, ja. Even kijken hoor. Ja, dat is degelijk natuurlijk. Wat zou erin zitten? Wattenstaafjes, denk ik. Hoezo dat nou weer? Ja, dat denk ik gewoon. Hoe denk je daar nou weer aan? Je moet toch wat bedenken? Er zit een briefje bij. We pakken eerst een briefje eruit. Hè? Daarna de wattenstaafjes dan. Er zitten geen wattenstaafjes in, man. Even kijken. Emiel en Dirk. Omdat jullie Mercedes zo leuk vindt en super toffe spullen kunnen bouwen, heb ik voor jullie hier een Mercedes. Hopelijk krijgt hij een mooie plek in de werkplaats. En wanneer ga je weer eens met de Sheriff rijden? Groetjes, Jori Bos uit Zeeland. Hey, ja, wanneer gaan we weer eens met de Sheriff rijden? Pas nog. Ja, we hebben er pas nog een keertje mee gereden. Hè? Dat was alleen maar op zijn plek rijden. Ik denk dat hij bedoelt met echt actie, dingen aan flarden rijden en zo.
Ja, dan moeten we misschien wel eens een keer gaan doen. Maar kijk ja, we hebben... nou wat erin zit. Ja, je bent benieuwd hè? Een Mercedes denk ik. Ik denk het ook. Ik denk het ook. Hé, hij zit helemaal ingepakt. Ah, kijk aan. Het is een Mercedes modelautootje. Even kijken hoor. Dat is wel een hele erge classic. Ik denk als wij zo'n auto gedoneerd krijgen, dan denk ik niet dat we die in stukken slijpen toch. Ik denk dat wij zo'n auto niet gedoneerd krijgen. Dat denk ik ook niet. Wel mooi, zo eentje. Oké. Okay. Wow, maar nou de grote vraag. 300 SL. De waar grote is vraag. Het grote pakket. Ja, jij bent benieuwd hè. Ja, moet ik echt terugrijden? Dat kan hoor. Ja, ik kan ja, terugrijden. Zullen we dat vanmiddag doen dan? Vanmiddag. Als we het vanmiddag over hebben. Ja. En de deur kan open hè. Ja, kan je er ook in zitten? Dat was erg krap. Nee. Mooi man. Ik vind dat wij weer leuke spulletjes hebben gekregen. En dan nu de reacties van de vorige vlog. Reactie, telefoon. Het is trouwens... Ja, dan duurt het wel lang. Ja, jongen. Ik heb ze gesorteerd op de beste reacties. En ik zie hier Zooschoen. Zooschoen? Hoi, Milo en Dirk. Nu jullie 's ochtends al reacties lezen, bij deze goedemorgen en een hele fijne dag gewenst. Nou, dankjewel. Goedemorgen. Tibe Seinhaven. Doe het kleur van deze tank hetzelfde als van de grote. Dan kan je ooit bij een evenement of zo met twee tanks rijden. Want het is mooier als ze één kleur zijn. Nee, daar ben ik het niet mee eens. Nee, jij wil de roze camouflage hebben natuurlijk. Roze? maar als die roze is, dan kun je nog steeds wel met twee tanks rijden. Dat is zo. Kun je tegen elkaar schieten. Ik wil die grote. Maar die kan niet schieten. Dan pak ik, schiet ik jou gewoon... Bam! Ja, precies. Maar dan steek ik niet mijn hoofd uit het luikje, goed? Mooi. Even kijken. Giel Mendels. Die zegt, hoe gaat het met het losmaken van de rupsbanden van de echte tank? Ja, daar moeten we inderdaad nog mee verder gaan. We hebben wel onderdelen liggen om een juttermachine te bouwen, maar daar is het nog niet van gekomen. Dus dat gaan we wel doen. Had ik nog ergens een reactie gezien die zeg maar niet... Ik zoek hem trouwens even bij. Ja, je voelde je gebitcht, hè? Nee. Oh, dat was niet van de iPhone. Nee, ja, dat iemand dacht dat het een iPhone 4 was of een SE. Maar het is dan een 5, maar dan SE. Maar ja, goed, maakt niet uit. Dus eigenlijk voelde je een beetje... Het is gewoon niet de meest fancy telefoon. Maar ik hou ook helemaal niet van fancy telefoons. Ik heb ook heel lang gewoon met een Nokia 3310 gebeld altijd. En iedereen zei, je moet een andere telefoon, want we kunnen niet met je WhatsAppen. Even kijken hoor. Even de reactie op. Oké, we zijn zo terug naar de onderbreking. Oh ja, hier is hij trouwens. Pepijn Meijer. De speciaal bedoelde reactietelefoon is wel een beetje verouderd, hè? iPhone 4. Of is het een SE? Nou, ik kan je zeggen... Het is een... Niet alleen de telefoon is verouderd. Okay. Doe maar zo, Dirk. Man. Oké, ik zoek de andere reactie erbij. Ja, heb je het gevonden? Ik heb hem gevonden. Gekke Gerry, die zegt... Hebben jullie geen verbrande armen aan het einde van de dag met het lassen met korte mouwen? Nou, ik heb er after sun op gesmeerd. Maar vandaag doe ik toch maar wel een sweater aan. Ik was zeg maar zo fanatiek. Ik denk, we doen even een paar hechtjes. En dan valt er wel mee. En een beetje hier en daar stukjes aan elkaar lassen. Maar daar zijn gewoon een paar dikke lassen. En nou is het toch wel een beetje rood. Kijk hier. Ja. Dus. Ik heb nergens last van. Nee, jij hebt nergens last van. Nou, als het niveau zo ver daalt, kunnen we beter maar gewoon beginnen, denk ik. Tankmotor besteld. Ja, dit zou moeten passen, denk ik, hè?
Dit is natuurlijk wel veel beter. Dan winnen we echt een heleboel ruimte hier natuurlijk. Dus dat is een goede zaak. Nou, moet alleen die radiateur eraf dan. Die aan die kant komt. Dat gaan we hier zetten, denk ik. Met een elektrische ventilator erop. Ja, dat is wel een stuk korter. We hebben hier meer ruimte om te staan ook straks natuurlijk. Voor degene die het aardappelkanon moet bedienen, hè. Maar hij moet wel andersom. Dat we de uitlaat natuurlijk aan deze kant toe houden. Dus dat iedere motor aan die kant zit. De pompen. Oké, ik pak hem weg. Laten we dit eerst maken en dan kunnen we deze straks erin zetten. Ja. Ze was zo ondankbaar met haar geschenk. Ze heeft een mooie houten blok gekregen, maar ze deed er in eerste instantie niks mee. Maar nou is ze er toch driftig mee bezig, hè? Kijk maar. Ja, maar ze is nog steeds een beetje ondankbaar. Waarom? Ze probeert het. Dit is zijn plek. Ja, oh ja, moet niet te ver, hè? Moet even meten. Wel mooi uit. Ja, nou, hij zit best wel hoog nou. Je moet ook in de gaten houden, hij scharniert nou op deze puntjes, hè? Daar zo. Dus als je nou omhoog wil richten, dan gaat hij daar naar beneden, hè? Krijgt de bestuurder hem op zijn hoofd. Ja, maar we kunnen hem ook ergens anders laten scharnieren. Ja, maar dan moet je weer een contactwicht eraan maken of inderdaad gasveren ervoor aan. Ja. Ja, weet je wat we kunnen doen? Als we hem nou gewoon hier afslijpen zo. Dit ding ergens anders bouwen, dan kunnen ze slingen veel verder naar achter. Ja, dat is. Dan kan het een stuk korter worden. Ja, dat zou wel beter zijn, denk ik. Het is zo. Het enige wat we dan even moeten doen is daar een paar koppelingen aanmaken, dat hij zo hier kan zitten of zo. Ja, of met een slang. Ja, dat kan ook nog. Maar kunnen we die. Moeten we dit echt wel met een zwengel doen? Ja. Kunnen we daar niet een mooie motortje op zetten? Ja, dat zou mooi zijn. Dat zou luxe zijn, hè? Maar ja, het probleem is wel een beetje dat af en toe lopen er ook wel eens van die hulzen klemmen, zeg maar. Ja, dan voel je niks. Nee, ja. Het zou chic zijn, maar ja. Zoveel tijd hebben we ook niet meer, helaas, denk ik. Oké. Okay. Ja, ik. Het is gewoon zo zonde van die projecten. Waarom moeten we altijd in een paar weken tijd, man? Dit is echt wel een project dat we eigenlijk wel langer over kunnen doen. Dan had het wel beter geweest. Ja. Het is nou ook niet slecht, maar ik denk, hè, als je hier zit. Ja, zitten. Nou. Dan zit je al met je kop klem. Ja, dat wou ik zeggen. Hij moet toch iets hoger wel. Ja. Nou, dit gaat nog wel, maar hij moet niet naar beneden draaien nou. Nee, dat is klote. We kunnen hem ook gewoon uit het midden zetten, hè. Dat is wel bij meer tanks, hoor. Ja. Dan ga je met je hoofd naast het kanon zitten. Weet je wat ik denk dat goed is? Nou? Als we gewoon de motor hier achter de stoel leggen, ja, dan kan het kanon verder naar achter, kan je dit scharnierpunt eigenlijk bijna boven je hoofd hebben. Ja, dan zit je goed. Dat is perfect, want dan kun je nooit het ding op je kop krijgen. Nee, dan hebben we meer een soort gemechaniseerde artillerie of zo in plaats van. Oh, jij vindt het niet mooi dan? Ja, ja, dat kan wel. Dan kun je er hier achterin staan. Dat is wel vaker, hoor. Ja, maar dan komt hij ook echt maar 20 centimeter naar achter. Ja, het kan wel. Ik denk dat we hem even daar moeten zetten om te checken hoe dat eruit ziet. Ja. Zo is het gewoon goed. Kijk, het kanon uit het midden. Hebben we hier gewoon plek om te staan, zo. Stuurder zit hier voor. Die ziet toch half zijn gat, ze kunnen zo op zijn hoofd slaan. Denk je, oh, naar rechts. Dat is goed. Ja, ik denk dat het goed is.
gewoon vast. Ik vind het wel mooi hoor. Dit is goed hè, zo heb je heel veel ruimte. Je zit wel op de motor. Hè? Je zit wel dicht op de motor. Ja, hij mag nog dichter erop eventueel hè. Want we hebben ook nog ruimte nodig voor de radiateur, want die kan hier dan niet meer zitten. Die moet dan daar achter komen. Zo moet je komen. We hebben even gekeken. Ah, nou, niet precies zo. Hij moet een beetje naar achteren. Dan kunnen we hier gewoon de steun aan vastlassen. Maken we daar nog een dwarsbalkje waar hij aan de achterkant op kan rusten. Ja, dan komt het goed. Ja, de plek zat hem hier te staan. En ja, dat is ideaal. En dan kunnen we mooi de achterkant wat smaller toe laten lopen. Dat vinden we eigenlijk wel mooier. Oké, eruit. Steun erin bakken. Motor erin. Rijden. Ah, bijna wel hè. Oh, ik denk dat je wel snel moet zijn. Accu is bijna leeg zeker. Nou, we moeten een beetje middelen eigenlijk. Nou, dit. Maar gewoon doen. Zie je er nou? Het hek staat open. Het hek staat open. De Mondeo is weg. Hij is verkocht, jongen. Ja. Je moest net wel even een traantje laten. Ja, dat was een verdrietig moment. Ik had die auto lang hoor, vanaf 2013 al geloof ik, dat ze bij de verzekering zeiden. Dat is dan wel een tijdje hè. Ik hou helemaal niet van andere auto's kopen. Als ik er één heb die goed is, dan hou ik die het liefst zo. Maar wel van andere tanks kopen. Zo, de kanonen, ja! Goed. Je hebt daar niet zoveel aan je lijntje, want deze. Nou, de tussenhengst, hè, dan zit die goed, denk ik. Maar hij zit nu wel heel scheef, hè? Ja, nou, hè? Vind je dat erg? Ja, ik wel. Je houdt er niet van, hè? Heeft hij ook nog een reden dan dat hij scheef is? Jazeker. Maar gaan die pompen die aan deze kant hangen, die gaan omlaag. Dan krijg ik weer meer ruimte bij de schutter. Ja, dit zakt dan, hè? Dirk? Ja? Heb jij thuis After Sun? Ja, dat is wel belangrijk voor dit, hè? Ja, voor die armen van je. Ja, maar ik ben al zo bruin, ik kan niet meer verbranden. Ik vind het mooi, hè? Ik vind het mooi. Het wordt een echte tank, hè? Kijk, eigenlijk meer een soort van tankjager of zo, of artillerie of zo. Maar ik vind het wel vet. Kijk dan.
een beetje de vorm. Nou, je achter moet er nog een beetje verder afwerken natuurlijk. Maar het begint al ergens op te lijken. Maar ja, het is ondertussen al ruim tijd om te beginnen aan de video edit. Ja, ik wacht even tot de kraan voorbij gereden is. Nee, we moeten echt aan de slag bij de video, want anders hebben we deze video dadelijk niet online. En dat willen we natuurlijk wel, want de video van het Master Milo kanaal die is ook nog steeds in de edit. En dan moeten we eigenlijk nog intro's voor filmen vandaag. Maar ja, we weten nog niet wat we moeten filmen, aangezien we de video zelf niet aan het bewerken zijn. Dus dat is een beetje, dat is een beetje lastig. Dus dat was het. Dus ik zou zeggen, mensen, bedankt voor het kijken en tot de volgende.